Hallo allemaal, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Niels en vandaag ga ik wat super leuks doen. Ik ga namelijk de most likely tweet doen samen met iemand anders. Even denken, hoezo samen met iemand anders? Je kan nu niet echt afspreken of zo. Nou, dat kan dus wel, maar dan op een iets andere manier. Ik ga dus FaceTime met iemand en met diegene ga ik dus de most likely to tag doen. En de gast van deze week is Max. Yes, superleuk. Ik heb er heel veel zin in, want ik heb Max ook al heel lang niet meer gezien. Dus laten we Max gaan bellen. Oké, jongens, zoals je ziet zit ik dus nu met Max aan de telefoon. En Max, zou ik maar gewoon gaan beginnen met de eerste vraag? Ja. Oké, is goed. Wie zou als eerst zichzelf vermommen op straat? Jij. Ja, denk ik. Waarom denk je? Ja, omdat ik heb dat wel eens vaker gedaan. Toen met Halloween, toen met Lieke en met Jannes. Oh, ik was zelfs de politie. Een echte diva. Dat stond ook in de krant. Heftig. Dat mensen voor ons moesten uitkijken. Dat ze voor jullie moesten uitkijken? Ja, dat de gekke mensen door de straat liepen daar. Wie zou als eerst een week lang alleen maar McDonald's eten? Jij. Ik zou dat echt niet doen. Ja, alleen jij gaat wel vaker naar de McDonald's dan ik. Ja, maar ik heb wel, bij mij is het wel zo, als ik zeg maar, als ik één dag naar de Mac ben geweest, dan hoef ik het dan de volgende dag niet meer ofzo. Nee, oké, dat snap ik. Ja, ik zou denk dat wel eerder. Ik zou denk wel eerder doen dan Max inderdaad. Wie zou als eerst een jaar lang niet aan social media doen? Een jaar lang? Ik. Sowieso. Jij. Jij en social een jaar media. Lang vol, zei je? Ja, een jaar. Even kijken. Ja, een jaar. Een jaar. Ik zou dat niet kunnen hoor. Nee? Helemaal niet? Nee. Ja, ik denk dat ik het trouwens ook wel echt heel, heel moeilijk zou vinden, eigenlijk. Dat is wel heel saai. Dat is echt saai, inderdaad. Heb je echt niks meer te doen. Dan wordt je leven echt saai. Wie van ons twee zou als eerst zonder hond kunnen? Want we hebben natuurlijk allebei een hond, Bartje en Bobby. Oh. Ja, ik. Denk jij? Jij. Nee, jij. Sorry, jij. Ja, ik wou net zeggen. Ik denk, want ik zou mijn hond nog wel meenemen als ik uit huis ga of zo. En jij. Nee. Ik wil laatst geen huisdier als ik mezelf woon. Wie zal als eerst in een sloot springen voor een foto met Ariana Grande? Nee. Ja. Ik zou dat nooit doen. Ook niet voor Ariana Grande? Oké, en als er stond Billie Eilish? Nee, ja, weet je, waarom zou je in een sloot gaan springen? Ja, als het moet doe ik, spring ik in de sloot als ik dan een foto met haar krijg. Ja, ik denk toch eerder jij. Ik denk dat jij dat eerder zou doen dan ik. Wie zou als eerst van ons twee zijn haar lang laten groeien? Jij. Ook weer, denk ik. Ja, ik denk ook ik. Wie zal als eerst in slaap vallen bij een film? Jij 100%. Nee, dat is wat hier bijna gebeurd. Ja, bij een première, jongens. Hij viel gewoon in slaap bij een première. Nou, ik weet niet of het in slaap of als je echt aan het slapen was, maar hij had inmiddels zijn ogen. Je had echt je ogen dicht. Je was gewoon al bijna een droom. Wie van ons twee zal als eerst van school gestuurd worden? Ik denk dat ik vaker ben uitgestuurd dan jij. Ja, jij. Hoe vaak ben je eruit gestuurd, denk je? Ik denk 10 keer. Ja, oh, dan jij, want ik wel minder. Wie van ons twee, dat is eigenlijk een klassieke vraag voor Most Likely to Tag, zal als eerst met een fan nemen? Jij. Wow, heel snel. Hoezo? Nou, omdat, jij hebt altijd wel, jij hebt altijd best wel snel gidsen met iemand zo, en ik heb dan niet. Daar laten we het maar bij. Laten we maar doorgaan naar de volgende vraag. Ja. Wie zal als eerst boos worden om de kleinste dingen? Jij, ook weer jij. Ik vind het een lastige. Waarom? Nou, omdat jij ook wel snel boos kan worden. Jij gaat een probleem maken als je één keer niet leuk op de foto staat. Ik stond ook gewoon niet leuk op die foto. Ik weet precies over welke foto je het hebt. Echt een echt gelijk. Nee, ja, ik denk jij wel hoor. Oké, ik. Wie van ons twee zal als eerst zijn tekst kwijtraken op een podium? Dus zeg maar vergeten. Ik denk wel. Ik denk ook jij, want jij bent zeg maar best wel nog vergeetachtig met sommige dingen. En, maar ja, jij hebt ook alweer altijd heel veel focus op het podium of zo. Dus het is een lastige. Ik ben altijd wel gefocust, maar ik focus me echt heel erg op het stem en hoe ik mijn stem inderdaad het best kan gebruiken en dat soort dingen. Ja, dus ik denk wel jij eerder. Wie van ons twee zal als eerst zijn telefoon kapot laten vallen? Ik heb nog nooit mijn telefoon kapot laten vallen. Oké, dan ben ik het.
Ik had een keer aan een e-bike, ging ik aanhangen omdat ik lui was om te fietsen. En toen viel ik vol en toen daarna had ik, toen ik thuis kwam, ik had nog niet door van tevoren dat mijn telefoon dus helemaal kapot was. Maar ik kwam thuis, ik haalde mijn telefoon uit mijn broekzak en er zat gewoon een soort van half gat in. Gewoon met echt een steenafdruk, dat was echt een heel rondje. Een gat? Ja. Ja, het kwam er niet precies doorheen, maar het was echt heel erg. Het was gewoon echt een diep gat. En dan zijn wij toegekomen aan de laatste vraag. En dat is, wie van ons twee zal als eerst trouwen? Denk ik. Jij bent daar meer van. Ja, ja, ik ben wel wat ouder natuurlijk. Oh ja, als je het op die manier kijkt, kan je het ook, ja. Ja, je kan het op twee manieren zien, hè? Ja, inderdaad. Okay. Dus nou ja, we zeggen Max in ieder geval. Oké, jongens, dit was dus alweer de video. Het ging best wel snel, vond ik, toch? Ja, vond ik wel. Ja, het ging best wel snel. Nou, Max, ik ga dus nu ophangen. En dankjewel voor deze video. Vond het echt leuk om je weer even te spreken. En tot snel. Doei. Doei, later. Oké, dat was dus de video met Max. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En hopelijk hebben jullie een beetje de verschillen tussen Max en mij ontdekt. Ik hoop jullie te zien bij een volgende video. En die video is met een andere speciale gast. Doei, doei.